Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Misschien kennen jullie deze challenge al. Ik zie dit de laatste tijd best wel vaak op YouTube voorbij komen. En dan voornamelijk bij Amerikaanse YouTubers. Het is namelijk de Ugly Photoshoot Location Challenge. Als ik het niet verkeerd heb. En ik heb zelf al heel wat van die video's gezien. En ik moest het zelf ook doen. Want ik ben zelf helemaal into de foto's. Ik vind het leuk om Instagram foto's te maken. Dus ik heb aan een vriendin van mij gevraagd. Shanu. Ze is ook een YouTuber. Misschien kennen jullie haar al. Ik had dus aan haar gevraagd of zij met mij op pad wilde gaan. En ze zei gelukkig ja. Dus we hebben een aantal locaties uitgezocht. En daar hebben we foto's gemaakt. Het hele plan was om ook samen met haar deze video te bespreken. Om, ja, eigenlijk wilde ik haar nu naast me hebben. Alleen, ze is ziek geworden. We waren dus net op pad om die foto's te gaan maken. En ze voelde zich opeens niet lekker. Dus ze is naar huis gegaan. Het is jammer dat ze er nu niet is. Maar als je ziek bent, moet je gewoon uitzieken. Dus vandaar dat ik hier nu alleen zit. We vonden het super leuk om deze challenge uit te gaan voeren. Ik moet je wel zeggen dat het niet de meest lelijkste locaties ever zijn. Ik ken mooiere locaties, maar hey, het was een challenge. Dus ja, mocht je benieuwd zijn naar de locaties en naar de foto's, kijk vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je meer van Shanu willen zien, dan zal ik haar social media kanalen hieronder in de beschrijving zetten. De allereerste locatie was Amsterdam Centraal. Ik moet je zeggen dat Amsterdam Centraal wel mooie elementen heeft. Maar het is niet per se een locatie waarvan ik zal denken van, goh, laat ik daar eens een fotoshoot of een fotosessie houden. Ik heb er wel voorheen wat foto's gemaakt, maar daar zijn zeg maar niet mijn mooiste foto's. Dus ja. Deze chick heeft een hele mooie locatie hier gespot. Ja, ik wil eigenlijk best mijn jas uit, want het is niet echt de bedoeling met deze outfit om deze jas erbij te hebben. Nee, kijk dit. Dit is gewoon op het station. Dit kan je niet ugly noemen. Het is mooi. Oké, we gaan gewoon zo uit. Zoals jullie hebben gezien, hebben we twee locaties gehad op Amsterdam Centraal. Namelijk een gedeelte bij Spoor 1. Het licht daar was oké, was te doen. Dus vandaar dat we daar hadden geshoot. En bij hetzelfde spoor was er dus ook een muur met mooie details. Ik zal de onbewerkte foto met jullie delen, maar ook de bewerkte versie. Je kan een foto echt op verschillende manieren bewerken, maar dan zie je, ja, het verschil van een foto. Als eerst een foto van Shanu. Deze is dus op spoor 1 gemaakt. En ik vind het op zich wel een mooie foto. De achtergrond is niet heel erg speciaal. Maar ik vind het wel wat hebben. Ja, ik vind het gewoon een mooie foto van haar. Dan hebben we nog een foto van Shanu. En op de een of andere manier vind ik deze foto heel erg leuk. Hij is spontaan gemaakt. Maar die hele hoek. Ik zag opeens deze hoek en ik dacht, Shan, je moet hier staan. Hij is mooi. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of Shanu hem zelf mooi vindt, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Dan is mijn beurt op dezelfde locatie. Is deze foto van mij gemaakt. Ik weet niet waarom ik zo sta. Ik sta best wel modely. Ik vind het wel een oké foto van mij, ja. Ik vind het altijd zo moeilijk om een positie aan te houden als ik foto's aan het maken ben. Maar er is niks mis met deze foto. En dan hebben we ook nog een foto voor een trein. Trouwens, al deze foto's zijn met mijn telefoon gemaakt. Ik heb de OnePlus 5. Deze foto is met de portretfunctie gemaakt. En als ik er zo naar kijk, lijkt het alsof ik er in gefotoshopt ben. Ik weet niet. Het is gewoon, ik ben zo scherp en de achtergrond is zo onscherp. Maar ik vind het wel wat hebben. Ja. Misschien als ik een crop, ik weet niet. Ik vind hem wel wat hebben, alleen ik sta een beetje daar. Dan hadden we ook nog foto's gemaakt bij, ja, het mooie hek. En ik vind dat deze best wel goed is gelukt. En van Shanu hebben we daar natuurlijk ook een foto.
De conclusie van deze locatie, het viel allemaal wel mee. Het station heeft mooie elementen, maar je moet het toevallig kennen. En eigenlijk kan je als het ware overal wel foto's maken als je maar gewoon prima licht hebt en een beetje speelt met de hoeken. De volgende locatie was Chinatown. We lopen nu door Chinatown en eigenlijk is dit niet per se een hele lelijke locatie, maar het is wel een locatie waar ik, zeg maar, waar ik, zeg maar, niet zo snel foto's zou maken. Maar we gaan eerst even een winkeltje in, want daar wil Chinoo in en dan gaan we foto's maken. Door Chinatown en ik zag een restaurant wat best wel op een mooie hoek zat. Dus ik zei tegen Chinoo, stop! Ik wil hier een foto van je maken. En we waren allebei zo enthousiast over de hoek. Dit is Chinoo's foto. Ik vind deze foto zo mooi. Chinoo's haar en looks komen er hier zo mooi in uit. We hebben bewust met de portretfunctie gefotografeerd. Het gaf gewoon iets meer effect. En ik vond het gewoon wat mooier dan normaal beeld. Ja, ik ben heel erg tevreden met deze foto van haar. En dan hebben we ook de foto van mij. Ik heb deze op een andere manier bewerkt. Wat lichter. Maar dit paste meer bij mijn look. En ja, ik vind het wel wat hebben, deze foto's. In Chinatown waren we ook nog naar een toko geweest. En eigenlijk had ik deze foto best wel spontaan van Chinoo gemaakt. Maar op de een of andere manier ben ik er zo ontzettend hyped over. Want ze was een spraakmemo aan het luisteren. We waren gewoon eigenlijk niet echt bezig met de shoot. Maar zulke spontane foto's vind ik eigenlijk de leukste foto's die er zijn. Want dan doe je, zeg maar, niet expres je best om er leuk op te staan. En dan heb ik ook een foto in die winkel. Ik ging naar noedels kijken. En dit merk noedels, Indomie, is mijn favoriete merk noedels. Ik heb het eigenlijk niet zo met deze foto. Ik vind die foto van Chinoo veel mooier. Het is niet de foto waarvan ik denk, wauw, ik vind dit nou echt een geweldige foto. Hij is wel prima gelukt, maar het kan beter. Oké, dat waren de foto's in Chinatown. Op naar de derde locatie en dat was de McDonald's. Lost again, going back again. En ik weet niet wat het was, ik voelde hem zelf niet zo. De foto's die ik van Chinoo had gemaakt vind ik al een stuk mooier. Ik weet niet wat het is. Ik vind gewoon foto's van andere mensen 10 keer zo mooi. Maar ik vind deze heel erg leuk die ik van Chinoo heb gemaakt. Op de voorgrond zie je dan het eten wat we hadden. En Chinoo kijkt gewoon zo blij als in van yes, ik heb mijn frietjes. Ja, ik vind het zelf een mooie foto. Ik vind het soms leuker om de foto's te maken dan dat ik er zelf op sta. Dus ik ben heel enthousiast over de foto's van Chinoo. Oh ja, even een side note. Een tijdje geleden toen ik McDonald's had gegeten werd ik heel erg ziek. En toen had ik eigenlijk tegen mezelf gezegd dat ik nooit meer Mac zou eten. Maar ja, Chinoo wilde heel graag McDonald's en ik dacht ja, why not? Maar op dit moment, nadat ik McDonald's heb gegeten, voel ik me al niet meer zo lekker. Vanaf nu eet ik nooit meer McDonald's. Misschien over 10 jaar weer, maar voorlopig eet ik geen Mackie meer. Oké, dan hebben we natuurlijk ook een foto van mij. En Chinoo vond deze heel erg mooi en ik vind deze ook niet echt verkeerd. Ik heb mooiere foto's. Kijk een beetje, ik weet niet hoe ik kijk, maar het is een prima foto. Ja. Oh ja, ik was dit helemaal bijna vergeten. Toen we de Mackie uitliepen, gingen we voor de Mac nog foto's maken. Alleen er was een mannetje bezig op de achtergrond. Dus dat was niet zo fijn. Dus die moesten we een beetje vermijden. Dit is de foto van Chinoo. Je ziet op de achtergrond heel subtiel het McDonald's logo. Die van Chinoo vind ik echt mooi. Ik weet niet, het licht viel ook heel mooi. En mijne is wel oké. Ik sta een beetje voorgebogen. Ik weet niet, ik had mijn tas af moeten doen. Nee, die van Chinoo vind ik leuker. Maar het is wel op zich een leuke foto voor een verschrikkelijke locatie. De laatste locatie is de Albert Heijn. En in de Albert Heijn hadden we geen sfeershots gemaakt. Want het was zo ontzettend druk. En we waren, om eerlijk te zijn, er ook een beetje klaar mee. Want Chinoo begon zich echt niet goed te voelen. En ik dacht, ja, we maken gewoon een paar foto's. En dan zijn we er gewoon klaar mee. Want het is wel jammer, weet je, als je lichaam niet mee wil werken.
dan houdt het gewoon op. Maar oké, we hebben toch een aantal foto's kunnen maken in de Albert Heijn. En deze foto's van Chanou vind ik gewoon heel tof. Ik weet niet. Ik zei, Sjaan, sta. Ik klik. Ik vind het gewoon heel erg tof. Eigenlijk had ik ook even zo'n foto moeten hebben. Maar hey, ik kan het altijd nog maken. En ik had een foto bij het fruit. Ik weet niet wat ik hiervan moet bevinden. Dit was echt zo van, ik wil een foto bij het fruit, maar ik ben er eigenlijk klaar mee. Ik vind die lampjes die boven het fruit hangt heel erg leuk. Dus dat geeft wel extra sfeer. Het is niet echt de perfecte locatie. En ik wist ook niet wat ik moest doen, maar hey. Dit is wel het beste wat we konden maken. En ik had nog een foto bij het drinken. Dat ik iets van drinken wilde pakken. Ik vind hem niet geweldig. Maar hey, hij is oké. Een supermarkt is niet echt een ideale plek voor een fotoshoot. Tenzij je echt uren de tijd neemt. Maar ja, het is ook heel awkward als je in een winkel bent terwijl je niks gaat kopen. Dat waren dus al onze foto's en dus de resultaten van deze challenge. Ik vond het heel erg leuk om te doen. En ik denk dat ik het wel vaker ga doen. Of dat ik gewoon vaker foto challenges aanga. Mocht jij een idee hebben wat voor foto challenge ik kan doen. Alleen of met vriendinnen. Laat het dan hieronder in de reacties achter. Want ja, het is gewoon leuk dat je dan op pad gaat. En dat je de challenge met jezelf aangaat. Laat me weten welke foto uit deze video jouw favoriet was. Mijne van mezelf is denk toch wel in Chinatown. En ik denk mijn favoriete foto van Chanou in Chinatown in die winkel. Ik weet niet waarom. Ik vind hem gewoon heel mooi. Ja, en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet Chanou's kanaal te checken. Ik zal haar in de beschrijving linken. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!